Laten we in ieder geval naar dit jaar dan gaan. Je hebt je vorige jaar nog weten te plaatsen voor het WK. Een potje gewonnen. Was uiteindelijk niet heel denderen. Natuurlijk uitgeschakeld bij de laatste 64 door Chris Dobie. Je had het toen net aangehaald. Dit jaar niet. Je hebt dit jaar ook een lastig jaar gehad natuurlijk. Op privévlak vooral. Je moet zelf maar weten wat je erover wil zeggen natuurlijk. Maar je bent uit elkaar gegaan met de moeder van je kinderen, toch? Klopt, dat is eigenlijk vorig jaar al, eind vorig jaar. En het lastige daarin natuurlijk is dat de kinderen in het spel zitten. En dan probeer je natuurlijk dan alles goed voor te regelen. Je maakt een regeling en je probeert dat zo goed mogelijk neer te zetten. Maar ik ben er toch wel achter gekomen dit jaar dat toch wel verschrikkelijk moeilijk geweest is. En dat ik er wel heel veel moeite mee op hoe bepaalde dingen soms lopen of hoe bepaalde dingen soms gaan. En dat heeft er ook mede voor gezorgd dat ik dit jaar echt wel extreem aan het twijfelen ben begin te raken of ik dit nog wel voorlopig wel wil doen nog zo op deze manier. Of dat ik heel eventjes tijdelijk een stap terug ga doen en even pas op de plaats maak voor de jongens. Dus daarom ben ik nu heel erg aan het overleggen met mensen om me heen. Van de week heb ik eigenlijk altijd heel veel mensen gezegd dat ik er echt mee stop. Ik was er klaar mee. Ik had weer een van de frustratiebommetje in mijn hoofd. En het komt gewoon op dit moment het spel niet ten goede. Zeker niet met het huidige niveau. Daar, het niveau is gewoon zo hoog. Je moet 100% fysiek en mentaal moet je erbij zijn. En dat lukt me dit jaar gewoon niet op de een of andere manier. En daar loop ik gewoon heel erg tegenaan. En ik ben wel iemand. Ik kan keihard zijn naar anderen in oordelen. Ik ben recht door zee. Maar ik ben dat ook naar mezelf. En ik ben wel realist. En als ik iets wil doen, dan wil ik dat goed kunnen doen. Met de volle 100%. Met volle overgave. En ja, als de tijd zal uitwijzen dat ik dit voorlopig nog niet voor elkaar kan krijgen, dan moet je daaraan een conclusie verbinden. En als de conclusie dan is dat je misschien tijdelijk even een stapje terug moet doen om even rust in te bakenen voor mijn kinderen, dan zal ik de eerste zijn die dat zal doen. En dan soms moet je je eigen dromen even parkeren voor belangrijkere zaken in de wereld. En dat zijn voor mij in dit geval wel ten alle tijde mijn kinderen. Ja, Als want we als we op een schaal van 1 tot 10 zetten, Martijn, ja, dat je op de pauzeknop wil duwen, waar zitten we dan op die schaal?